Het meest bizarre is toch eigenlijk wel dat ik gewoon ervaar dat mijn vrienden, kennissen of mijn familie om me heen zoiets heeft. Volgens mij heeft hij die blauwe pil genomen. Maar ik heb gewoon die rode genomen. Hè. Ik heb gezien, geloofd en ik accepteer. Die vriend van mij die is heel dichtbij om gered te worden. Ik heb een goede band met hem, ken hem al heel lang. Ja, hij woont in Nederland trouwens. Hij heeft toestemming gegeven om hem soms te gebruiken als voorbeeld, dus geen copyright. Maar hij is heel dichtbij en op dit moment, hij begrijpt dat Jezus de waarheid is. Hij begrijpt dat er maar één weg is. Hij moet alleen nu nog van het idee af dat hij daar zelf wat aan kan doen. Hij moet nu begrijpen dat alleen Jezus hem kan redden. Dus hij krijgt nu allerlei verleidingen. Zijn zwaktepunt is vrouwen. En hij krijgt nu verleidingen, laat maar zeggen, uit het diepste van zijn verlangen krijgt hij nu op zijn pad. Dingen die hij nog nooit heeft meegemaakt, krijgt hij nu op zijn pad. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Dit komt rechtstreeks uit de Bijbel. Nigh betekent dichtbij, net zoals neighbor, nigh, weet je. Dus dit is de sleutel. Hoe dichter jij bij hem gaat komen, vrijwillig, hoe dichter hij bij jou kan komen. Maar als je nu een stap terug zet, zet hij ook een stap terug. God laat je heel erg duidelijk zien dat hij bestaat. Hij laat duidelijk aan jou zien van luister, ik ben hier, wat wil je doen? Dus ik kan je zeggen, zet nog een stapje dichterbij. Ga gewoon bidden, zeg gewoon Jezus, ik zie wat u doet, wat wilt u van me? Laat me zien welke richting al moet komen. En bid naar hem en vraag hem gewoon, of zeg hem gewoon, Jezus, ik vertrouw u. Als dat echt is wat in je hart zit, als je hem echt vertrouwt, dat je hem echt jouw leven tot hem vertrouwt, zeg dat gewoon tegen hem. Gewoon in je eigen woorden, geen robot. Zeg gewoon, God, ik weet dat ik het niet verdien, maar ik wil u graag in mijn leven. Ik vertrouw dat u God bent, ik geloof dat u me kan redden. Hoe kan dit? Jarenlang heb ik dit nooit meegemaakt. Dit is precies wat ik doe. Het meest fascinerende was wel toen ik las over de Prince of the Power of the Air. Zo wordt de duivel genoemd in de Bijbel. En de Bijbel moet je zien als een gebruiksaanwijzing. Er staan dingen in. De boek is knetteroud. Maar er staan dingen in die vandaag de dag gewoon spelen. En ik voel zelf ook die weerstand als ik de naam Jezus uitspreek. Mensen gaan meteen anders tegen je doen. Maar hij is gestorven voor ons. Laat het los, maak het niet druk en vertrouw op zijn liefde. Welke pil neem jij?